Op maandag 23 november heb ik in de podcast voor DGA's te gast ondernemer Frans van der Kolk uit Kampen. Frans van der Kolk is pas op 39-jarige leeftijd begonnen met ondernemen, is nu 46, maar heeft er wel 23 bedrijven en 600 FTE aan het werk. Hoe hij dat heeft gedaan, luister maandag. Wat ik mooi vind aan Frans is dat hij altijd vier randvoorwaarden heeft als hij mensen aanneemt. Eerst is iemand integer. Tweede is, heeft iemand de juiste intenties? Derde is, heeft iemand de juiste competenties? En ten vierde, maakt iemand ook daadwerkelijk resultaat? Er zijn drie kenwaarden van zijn bedrijven die je overal doorhoort is er ondernemerschap, is er rentmeesterschap en is er sfeermeesterschap. En zeker ook met zijn club van 600 mensen is dat best een uitdaging. Ik praat met hem over financieringen, hoe je geld loskrijgt van de bank en hoe hij dat deed. Maar ook hoe hij denkt over overnemen en overgenomen worden. Of overdracht naar zijn kinderen, al dan niet, allemaal dat soort zaken. Dit en veel meer maandag in de podcast voor DGA's met Frans. Abonneer je vast op de kanaal, op Spotify, Soundcloud, op YouTube. Overal waar je me kunt vinden. Podcast voor DGA's. Tot maandag. Wat die Frans doet, dat is echt knap hoor. Hij zegt in 7 jaar gegroeid naar 85 miljoen omzet. Hij wil doorgroeien naar 300 miljoen omzet. Hè? Hij heeft nu in 7 jaar 600 man personeel, 23 bedrijven overgenomen. Dat is echt knap hoor. En die man die heeft niet eens een secretaresse, joh. Hij kijkt naar zijn hoofdkantoor, gewoon een hele normale kerel, maar echt wel een supergoeie ondernemer hoor. Ik vind het echt knap, ik vind het echt een inspiratie voor andere ondernemers. Niet iedereen hoeft zo groot te worden zoals hij, dat zegt hij zelf ook. Maar wat hij doet, is echt knap hoor. Petje af.